Welkom bij de nieuwe editie van Intuitry, de november editie, mijn maandelijkse radioshow hier op Nachtlab, waar ik vooral aandacht ga geven aan de nieuwste muziek die voor mij uitspringt. Vandaag laat ik ook een aantal mooie pareltjes horen die aanstaande zaterdag tijdens mijn 10 uur show in het Wintercircus de revue zullen ze passeren. Ik geef vandaag ook 4 gastenlijstplekjes weg voor het Thuishaven event. Stuur mij een berichtje in de chat van deze stream op Facebook. Dat je graag wilt komen en wie weet pik ik jou eruit straks aan het einde van de show.
Je hebt geluisterd naar Valerie Dore op Running Back label met Get Closer, de DJ Oyster Tooltime mix. En nu net op de achtergrond hoor je wegveden Vaal. Vaal is de dochter van Sting. Ik heb een aantal jaar geleden met haar gedraaid. Op een heel klein leuk festivaletje. En dat is een heel bescheiden, heel bescheiden, verlegen vrouwtje. Met een hele eigen sound. Haar nieuwe track heet Nosferatu. En is uit op het Blue Dot label. Of my mind in the cities of my town, they groove, they groove, they groove, they move, they vibe. In an afternoon of conversations and dairy dreams, sitting smoking a cloud of smoke, they groove, they groove, they groove, they groove, they vibe. Sometimes we had arguments. But what to eat, what not to eat, where to go, where not to go. But they groove, they groove, they move, they move, they vibe. I mean, we didn't understand what it was in the beginning. We didn't fathom what was going on. We were trying to be ourselves, kids in the city. But all we could feel, all we could see is how they groove, they groove, they groove, they groove, they vibe. I mean, it was about 12 o'clock in the afternoon. Sitting there high, thinking about my life and thinking about where it should go. And I slide my window, slowly still, slowly still, slowly still, slowly still. They groove, they groove, they groove, they groove, they groove, they move, they vibe. I mean, it wasn't like the rudimental vibe. It wasn't something you'd seen before kind of vibe. It wasn't the vibe that you were used to, but it was that interesting thing that was a question, a superlative notion that existed in a time-space lapse. But they groove, they groove, they move, they move, they move, they vibe. So when the sun went down, when I was ready, I grooved, I grooved, I moved, I moved, I vibe, 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 vibe. We'll be right back.
Thank you.
Goed. Prachtig dit. De groep Morphine. Het is een indie band uit het Amerikaanse alternatieve circuit. In 1992 schreven ze het prachtige nummer The Other Side. En dit is een nieuwe remix van Under. Het is een van mijn favorieten van het moment. Hiervoor heb je geluisterd naar de Nederlandse Olaf Stuut. Met zijn prachtig mooie organische ritmes en geluiden, zoals altijd. Niet allemaal even makkelijk om te draaien op feesten en partijen, maar des te beter om het in een programma als dit aandacht aan te geven. Het nummer heet They Vibed van Ryu en het was een remix van Olaf Stuut.
Twee nummers geleden hoorde je Is It van All Is Well op Drum Poets Community Records. Daarna kwam Errol Elkan uit Londen. Hij heeft een nieuw nummer gemaakt, Spectrum, en het is uitgekomen op Fantasy Sound. De Nederlandse Steven J. Kroos is met een nieuw nummer gekomen op Springtune Unlimited Records. Prerogative heet het nummer. En het heeft een wat meer progressive feel dan ik van hem gewend ben. Maar een solid production, moet ik ook zeggen.
Spannende techno. Dus ik zie dit nog zo voor me. Met een pitch black avond was dat in Trouw. Helemaal stikdonker. Je kon geen hand voor ogen zien. Zelfs de nooduitgangbordjes waren afgeplakt. Mijn cd-spelers, alles was afgeplakt. Om het maar zo donker mogelijk te maken. En dan deze spannende muziek erbij. Dat past heel goed. Mooie vibes waren dat. Dit is een musical suprematism van Vido Meer. In de remix van Marcel Detman. Oké, we gaan even door naar wat vrolijker tunes. Eventjes in de mix de komende tracks.
Ja, je kan de klok erop gelijk zetten dat ik deze ga draaien zaterdag. En die hiervoor ook en die daarvoor ook. Dat waren achter elkaar, eens even kijken. Rejuvenation op Modern Agenda label. Van, met het nummer Face Difference. Daarna heb je geluisterd naar Ways and Odyssey met Shape op Hot Tracks Records. En dit is echt vette shit. Het is een Marrakech van de gelijknamige EP gemaakt door Algorithm uit Berlijn. Volgende maand komt het uit op het nieuwe label van Planet X Recordings. We gaan zo verder met Lauer. Fatigue heet het nummer, op het Duitse Running Back label uitgekomen. Sterke indie-stijl melodieën. Ik hou daar zo van. Komt ie aan.
Je hebt net geluisterd naar een nieuwe EP Wildcards op het label Pursuit van Rob Hess uit Alkmaar. Echt een label met progressive techno bij uitstek. Dit nummer ga ik zeker draaien ook. We gaan verder met mooie techno van Pearl Vision op het label EPM Music. Het is net uitgekomen dit. De tracknaam is Claire Obscure. We'll be right back.
Ja, ja, volgende week is het zover. Dan komt mijn nieuwe EP uit samen met Clarence Brandon gemaakt. The Force heet het. En met twee fantastische remixes. Eentje van Tevatron, die heb je hiervoor gehoord. En Paul Nasca, dat is deze mix. 30 november komt hij uit op Metron uit Frankrijk. Hiervoor heb je geluisterd naar James Welsh met Zurich. Een echte kippenvelplaat. En daarvoor NTHW. Op het Vacant label. Op een sublabel van Vacant bedoel ik. Semper Nemore. Met heel veel kwaliteit techno tracks, ambient en electro tracks. Van alles. Echt zeer de moeite waard om die te checken. Op het label dus Semper Nemore. We gaan verder met Noise van Christopher K. Een Franse producer. Heeft misschien wel het mooiste techno album van dit jaar gemaakt. Dit jaar is nog niet afgelopen natuurlijk, maar echt heel erg mooi. Zeer verrassend album was dat. Een verademing, stuk voor stuk unieke minimale tracks met veel gevoel en karakter. Hij is weer terug met een nieuw album. Heel productief die man. Hij heeft het me opgestuurd. Komt, half december komt het uit en ik ga er nu wat van draaien.
Thank you.
Echt old school style. Het is toch een nieuwe electro van Voiron. Frans is het. League of Voiron heet het. En het komt eind december uit op het label Nocta Numerica. Hiervoor heb je geluisterd naar Joe Farr. Altijd rauw en organisch en origineel in zijn ritmiek. Nooit die voorspelbare 4-to-the-floor tracks, maar altijd een tikkie anders. En sterk in zijn melodielijnen. Sam McQueen heb je daarvoor gehoord met de Sephoria EP. Ik heb proberen wat namen uit te zoeken, maar ik zie de chats niet zo goed op deze. Dus ik ga straks, als ik thuis ben, even op mijn gemak kijken en laat ik 4 mensen weten dat ze bij mij op de gastlijst staan. Voor aanstaande zaterdag, de 10 uur show. Dit is dan alweer het laatste nummer. Bolts heet het, met Take a Walk. De Dima Neo Romantic Remix op Electro Love. Vorig jaar al uitgekomen trouwens. Erg lekker nummer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand, of anders, wie weet, tot aanstaande zaterdag. We gaan er een feestje van maken daar. 10 uur lang. Thuishaven. Het Wintercircus.